vandaag is de eerste keer dat Mark de J. voor de rechter moet verschijnen. Het is een zogeheten pro forma zitting. Dat houdt in dat het nog niet inhoudelijk behandeld wordt. Maar dat Mark de J. wel officieel te horen krijgt waarvan hij wordt verdacht. Moord of doodslag of iets anders. Nou heeft Mark de J. Tegenover de politie verklaringen afgelegd al. En daaruit blijkt dat hij in ieder geval ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Everink. Hij zegt dat hij buiten het huis van Everink 4 mannen heeft ontmoet die hem ook hebben overmeesterd. En die zouden mogelijk schuldig zijn aan de dood van Everink. En wat er waar is van dat verhaal, dat moet de politie en justitie natuurlijk zien uit te zoeken. Wat wel een opmerkelijk detail is, is dat er op de sok van Everink een bloedspoor is aangetroffen dat in ieder geval niet is van Mark de J. Dat duidt in ieder geval op de betrokkenheid van één ander iemand. Ja, en verder, het enige wat er vandaag zal worden besproken is wat de stand van het onderzoek is. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat er al een datum voor de inhoudelijke behandeling wordt geprikt, want daarvoor is het nog veel te vroeg. Ik denk dat het onderzoek nog in volle gang is. Het Openbaar Ministerie zal wel het een en ander gaan vertellen over wat er tot nu toe allemaal is onderzocht en uitgevonden. En wat de stand verder is en wat er nog moet gebeuren. Ik verwacht eerlijk gezegd wel dat tijdens die eerste pro forma wat nieuwe details naar buiten zullen komen. Dat is wel gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie alvast wat dingen prijsgeeft uit het onderzoek. En wat dat wordt, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Mark de J. wel aanwezig zal zijn. Ja, het is niet verplicht. Hij mag wegblijven, maar ja, het is meer een inschatting dat ik denk dat hij er zal zijn. Maar zeker weten doen we dat ook niet.